Ja. Ja, dames en heren, daar zijn we dan toch. Donderdagavond, 19 februari van het jaar 2015. De donderdag na carnaval, de donderdag na de feestweek in Breda. Met het prachtige carnaval is hier op Breda nu te horen. NAKPRAAT, 107.3 FM. En ja, in de studio Leon al een beetje opgedroogd na het feestgedruis. Ik heb nog even wat thee en honing nodig, want we zijn er even flink tegenaan gegaan de afgelopen dagen. Het was weer een gezellige carnaval. Zo, gelukkig heb ik het kunnen smeren met wat harentjes gisteravond. Maar die woensdag komt altijd weer net op tijd voor mij. Ja, dat is altijd, mooi, hè. Je wordt gered door de woensdag. En wij gaan iedereen nu door zijn kater heen praten met NAKPRAAT. En we hebben weer een overvol programma. Leon, dit is wel de eerste week dat we geen nieuwe speler hebben. Nee, inderdaad, ja. We hebben de eerste week dat we een spelertje hebben moeten afzeggen zelfs. Maar daar komen we straks op terug. Ja, maar dat is wel opvallend, hè. Afgelopen week kregen we er steeds één of meerdere bij. Ja, het ging onderhand winnen. Maar nu krijgen we er niemand erbij. Nee, het voelt een beetje als een tegenslag. Zouden de spelers dan toch elkaar leren kennen? Volgens mij kennen ze elkaar onderhand wel bij voornaam, zou het? Ja? Gion en hoe heet die andere ook? Demi. Het zijn wel allemaal mooie twee lettergrepen, ja. Dus het zal wel makkelijk zijn. Ja. Maar wat hebben we nog meer op het programma? Ja, gaan we even terugkijken naar de Rad van Elf. Want die deed mee met een grote Kielegatse optocht. Oh ja, even appere. En daar hebben ze toch een daverende prestatie neergezet. En daar gaan we het straks even uitgebreid over hebben. We kijken natuurlijk ook even naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Excellent. ADO Den Haag NAC. Zo. Dat doen we vooral die mensen die wedstrijd volledig gemist hebben omdat ze de Polonaise aan het lopen waren. Goed de nololi, zeggen ze. Dus die mensen die gaan we gewoon even bijpraten. We gaan ook even kijken naar een radpol die jij vanmiddag goed gemaakt hebt. Ja, ik dacht gooi hem er eventjes tegenaan, want we moeten toch eens gaan rekenen. De vraag is, hoeveel punten gaan we nog halen? Mm-hmm. Zeer interessante vraag. Maaskant heeft er ook een heel uitgesproken mening over en die laten we uiteraard aan jullie horen. Ja. We hebben nog wat spelersnieuws. Dan spelers die niet gekomen zijn en hoe zit het met bepaalde andere spelers. En we kijken even vooruit naar de wedstrijd van morgenavond om 8 uur in het Radverlegstadion tussen NAC en Cambuur. Dat gaat er wel een belangrijke wedstrijd worden, Leon. Zo, reken maar. Dit zijn toch de drie punten die moeten halen. Het moet toch maar eens een keer gaan gebeuren. Maar daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Maar we gaan nu eerst een fijn stukje muziek draaien. Ja, iets met een kater. Hangover, ja. Hangover, 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 hangover.